Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief en en geen financieel advies. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Jullie doen dat al massaal. Laten we kijken of we vandaag weer boven de 200 kunnen komen. En abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En we gaan natuurlijk kijken naar Bitcoin. Eerst wat nieuwtjes, dan naar de koers. En we beginnen met de Crypto Mom. Zij zegt dat ze snel een ETF al hebben, een Bitcoin-ETF. Deze aanvragen zijn al jaren gaande, maar die worden elke keer afgewezen omdat de markten te volatiel zijn, niet volwassen genoeg. Maar inmiddels is die markt enorm veranderd met het toetreden van de grote instituten. Dus het zit erin dat dit er vrij snel aan zit te komen. Er zijn er al verschillende in Europa goedgekeurd: ETP's zijn dat. In Canada zijn er een aantal ETF's goedgekeurd. Dus. Amerika kan niet achter blijven lopen, natuurlijk. En ze zegt ook ergens dat hè, de nieuwe voorzitter van de SEC, die kijkt er met de frisse ogen naar, met een frisse blik. En die gaat dat dan waarschijnlijk wel goedkeuren in de komende tijd. Maar we moeten nog even afwachten. Dan nog weer ander groot nieuws. Paypal rolt de Bitcoin betaalservice naar 29 miljoen winkels online uit. En dat is enorm natuurlijk. Dus die adoptie die is gewoon aan het groeien. Dat is prachtig om te zien. Um, en ja, je kunt nu dus gewoon cryptocurrencies kopen op Paypal. Maar je kunt er ook mee betalen. Dus dat is helemaal top. Dan, ook wel grappig. Uh, wil je Bitcoin kopen terwijl Elon Musk erover tweet? Dan kan dat met een bot tegenwoordig. Iemand op Reddit heeft er een bot over geschreven. Dus dan gaat hij kopen als hij erover tweet. Um, ik zal de link onder in de video delen. Als je dat leuk vindt, dan kun je daar naar kijken. Dan, volgens plan B, zitten we nog steeds op de goede weg richting de 100.000 tot 288.000 dollar. Hier in het lichtblauw zie je de uh, Bitcoin-grafiek van 2012 tot 2016. Hier in donkerblauw zie je het in de meest recente bullrun van 2012 tot 2016. 2017 ook en we zitten voor de huidige bullrun dus in het midden en dat betekent dat we dus met een bepaalde snelheid omhoog bewegen die tussen die twee markten in zitten en dat die dus ja, eigenlijk hard op weg is om ja, er tussenin, tussenin te gaan zitten tussen die twee top eigenlijk en de eerste top die zal rond 100.000 dollar zijn of de eerste target eigenlijk maar zijn nieuwe model stock to flow uh, fx dat zegt dat ze naar die 288.000 dollar gaan. Op dit moment lijkt het, het traject nog te volgen. Dus dat stop. Dan Bitcoin futures grafiek. De gap van vorige week is gesloten, die van deze week die is nog open. Kan worden gevuld, het hoeft niet. Maar ik hou er wel rekening mee dat het mogelijk is. Dus die orders die blijven lekker openstaan, totdat die gap is. Of gevuld is, of dat we echt eh, bevestigd hebben dat we doorgaan naar boven. En op dit moment is op die features grafiek in ieder geval, hè, ziet het er nog goed uit. Iets van eh, zijwaartse consolidatie boven de 12, mee. dat is in principe wel bullish, maar het zit wel tegen de weerstand aan hier. Dus of we krijgen hier een mooie push naar boven, of we krijgen toch iets van een correctie naar beneden. En de vraag is dan hoe ver. Dan Bitcoin op de delen, ja het ziet er wat dat betreft ook gewoon nog goed uit. Deze grotere falling wedge die er al weken op staat, die is dus eindelijk naar bovenuit gebroken een paar dagen hiervoor. Heeft een mooie hertest gehad en nu zijn we inderdaad aangekomen bij de volgende weerstand op de 58.492. We zijn er net boven gesloten op de dagelijkse, dat is positief en nu op. Uh, vandaag in de afgelopen uren ja, zijn we een kleine rode doji candlestick aan het vormen. En daar ja, valt op dit moment nog niet al te veel over te zeggen. Het zou potentieel hier een top kunnen worden. Um, he, zoals hij er nu uitziet is het een strijd tussen de bears en de bulls wik aan de bovenkant, wik aan de onderkant kleine body, dat betekent dat de bears en de bulls een battle hebben op dit moment um, en de vraag is wie gaat er winnen als de bulls winnen, he, dan kun je in ieder geval kijken naar de 59, nou eigenlijk de 60.000 dollar en potentieel ook de 62.000 dollar en bij een pullback kijk ik in ieder geval weer terug naar de 56.500 ongeveer, he, de laatste toppen hier om die te testen ehm um, dus dat voor Bitcoin op de Daily. Het volume is wel aan het afnemen. Ja, dat geeft vaak aan dat we richting een tijdelijke top gaan in ieder geval. Dus het kan goed zijn dat dit voorlopig de top is en dat we in de komende uren en dagen iets van een correctie krijgen. Maar op de lagere timeframes kunnen we daar meer over zeggen. Dan wil je ook leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je leert wat traden is, waar instappen, waar uitstappen, hoe beperk ik je verlies, hoe maak je nou goede winsten? En je komt ook in de Premium Discord groep terecht, waarbij je meerdere updates over de dag heen krijgt over Bitcoin en ook andere altcoins en de belangrijkste nieuwtjes. Je kunt natuurlijk een weekje meedraaien in de Premium Discord groep hè, door de proefweek te doen. En als je eerst wat meer wilt leren over mijn cursus en überhaupt technische analyse, dan kun je ook de gratis kennismakingscursus doen natuurlijk. En de handelscursus deel 2 is ook klaar. Dus wil je meer leren over hefboontraden, hoe je daar meer winst mee kunt maken, dan kun je deze natuurlijk ook doen. En... Um, handelen deel 1 en voor degene die überhaupt nog wat over bitcoin moeten leren kunnen natuurlijk ook investeren en crypto voor beginners doen daar vertel ik gewoon veel meer over wat bitcoin en blockchain is en waarom het nodig is goed, de lagere timeframes wat kunnen we hier zien he, dus dit is die falling wedge van gisteren die is mooi uitgebroken Hij is net onder zijn technische target gestopt en daarom moet je altijd hè, je orders er net onder zetten eh, dus de eerste technische target was gewoon de bovenkant de volgende technische target was de uh, eerstvolgende weerstand op 59.500 59, en de volgende weerstand daar zat op de 60.000 dollar daar zijn we niet gekomen um, en op dit moment is de koers weer aan het consolideren op de 1 uur grafiek en je ziet hier ook de potentie voor een falling wedge en je zou het ook een bear flag kunnen noemen en voor de swing low naar de swing high consolideert het hier boven die 0,382 Fibonacci. En dat is eigenlijk altijd wel positief. En als we uitzoomen naar de 4-uur-grafiek, dan zien we dus dat de koers ook nog boven de 12 hiermee hangt. Dus het zou nog verder kunnen consolideren naar die 12 hiermee. Om vervolgens daar een bounce te krijgen op de lagere timeframes. Maar er is wel iets waar ik me zorgen over maak en daar gaan we het zo direct over hebben. Um, hè, dus we zouden nog steeds iets van een bull flag, falling wedge kunnen krijgen om een uitbreid naar boven te krijgen om in ieder geval naar die weerstand te gaan. Um, maar de vraag is, wat gaat het hier doen? En daarvoor pak ik er even een andere grafiek bij. Uh, we kijken. En overigens zien we dus ook hier, de RSI was over, uh, overbord hier. Dus hier een kleine correctie, dat is alleen maar gezond eigenlijk om die RSI te laten afkoelen. Um, dus dat is eigenlijk waar ik naar kijk voor Bitcoin. Maar pak even een andere grafiek erbij, want we zouden ook een wat grotere correctie kunnen krijgen. Want wat dat betreft zijn we eigenlijk voornamelijk alleen maar omhoog aan het gaan van, vanaf die 50.000 dollar. We hebben inmiddels een mooie stijging gehad van zo'n 18%, dus dat is best wel flink. Zonder echt een noemenswaardige correctie. En nogmaals, zoals ik altijd al zeg tegen jullie, alles beweegt in een trend op deze manier. En de dagelijkse... He, die heeft deze mooie al te pakken, maar heeft nog geen higher low gemaakt. Dus die moet nog komen. He, en de 4 uur die zit nu in een mooie uptrend wat dat betreft. Maar je ziet het ook al in mijn tekening en deze groene rechthoeken. Die stijgingen die worden steeds Kleiner. en dat, hè, Het momentum voor de bulls dat is aan het verkleinen. Dat betekent dat we in richting een top gaan. Het volume laat het ook zien. Hè. Het volume is een lager aan het worden. Dus het laat zien dat we hier in ieder geval tegen die weerstand aan, wat helemaal niet gek is, natuurlijk, in richting een tijdelijke top gaan. En in het meest boelisch geval prikken we er zo heen, volgens deze groene pijl. En dan kunnen we vrij snel doorgaan naar de 65.000 tot 66.000 dollar. Um, maar als dit inderdaad de tijdelijke top is, dan verwacht ik een pullback. En we zijn alleen maar omhoog aan het gaan. De funding rate is keihard omhoog aan het gaan. Um, dus ja, normaal gesproken gaat die koers niet alleen maar omhoog zonder ja, de mensen wat pijn te geven in trades en wat posities te liquideren. Dus het zit er ja, in mijn ogen gewoon nog aan te komen. Hè? En de vraag is: gaan we eerst door naar boven? Dan krijgen we daarna een correctie of kunnen we inderdaad uh, terugkijken naar beneden. En de Fibonacci-reeks is al getekend. Ik heb in ieder geval orders klaarstaan hier in die Fibonacci-zone. En we zien dus dat die Golden Pocket-regio, die valt samen met de futures gap. Dus de potentie is er zeker. Trade wat er gaat gebeuren in ieder geval. En deze kleinere bull flag slash falling wedge, die kan nog steeds naar boven uitbreken. Dus je kunt nog steeds een trade daaruit pakken uh, voordat we potentieel een pullback krijgen. Goed, dus dat voor Bitcoin in ieder geval. Niet al te lang vandaag, want er is niet zoveel bijzonders gebeurd. Um, ja, ik zou zeggen, happy trading, like de video en tot morgen weer.